Beneden infieldkabel zijn geïnstalleerd. De 601, en ze zien nu, is terug, is een steenstorter. En zij is bezig met die, met de scout protection around de palen. Dat is de laatste werk dat wij hebben nu. Alle 60 kabels zijn erin. Begraven. En dit was de laatste press release ik heb gehaald van de internet, van 21.12. De eerste stroom komt aan Wijk aan Zee. En hun verwacht dat er bij ja, half 2008, dus het tweede quarter, de official opening. En hun verwacht dat binnen de tweede quarter alle windmolens zijn aangesloten aan de grid.